Zijn jullie klaar voor deze mega kledingkast opruim special? Oh, waar begin ik aan? Ik denk oprecht, ik heb nu een hele andere situatie. Eerder stond altijd mijn kledingkast op de gang. Paste niet in mijn kamer, ik heb best wel een kleine kamer. Maar nu, mijn zus is uit huis al een tijdje nu. Ja, de kledingkast staat dus nu, ik heb er nu twee, in een kamer. En eerder moest ik gewoon maandelijks, eigenlijk elke maand sowieso standaard mijn kledingkast opruimen. Omdat ik het best wel, ik heb best wel veel kleding en ik had maar één kast. Dus ja, anders past het niet. Dus ik moest dat gewoon maandelijks doen, maar nu heb ik het gewoon al zo lang niet gedaan. Omdat ik er nu twee heb, pleurt er gewoon in, kast deur dicht, klaar. Dus in deze video is het tijd om mijn kledingkasten op te ruimen. Ben benieuwd hoe ik mijn kledingkasten ga opruimen en wat ik weg ga doen. Wat voor kleding ik allemaal heb. Blijf dan zeker kijken naar deze video. Want dit wordt een lange video. En ik ga denk ik ook wel veel weg doen. Vergeet zeker niet even een kopje thee of zo voor jezelf te maken. Pak er een lekkere snack bij. Want ik denk dat deze video ontzettend lang gaat zijn. Ik vind het namelijk zelf wel leuk met dit soort video's. Dat je gewoon het hele proces ziet. En niet dat het heet het geknip is. En dat versnelde stukjes ertussen. Dus ik hou het gewoon lekker lang. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video's vaker wil zien. En ook niet te abonneren op mijn kanaal, want dan maak je hem gewoon heel erg blij mee. En dan gaan we snel naar mijn kledingkasten toe. Goed, dit is de situatie. Ik heb hier de oude kledingkast van mijn zus. En daar mijn eigen kledingkast. Hier heb ik dus eigenlijk al mijn dagelijkse kleding in. Gewoon wat ik gewoon vaak wel aandoe. En in die kast heb ik vooral mijn pyjama's, sportdingen, korte broekjes, feestdagen. Dus ja, dit is echt tijd om uit te zoeken. Ik denk dat ik gewoon begin bij deze kast. Want ja, dit is gewoon echt waar ik even streng moet zijn. Want dit gaat natuurlijk, dit loopt spuigaat uit. Daaronder heb ik allemaal kleding gestopt wat er gewoon eigenlijk niet meer in past. Het is vreselijk. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ja, waar moet ik beginnen? Wacht, laat ik beginnen bij de truien. Hierboven heb ik dus eigenlijk al mijn truien. Ik ga nu gewoon alles eruit halen en kijken of ik het nog wil houden. Mijn goal is dus wel dat al mijn truien hierin passen straks. En dat is nu niet het geval. Deze sweater wil ik houden. Die draag ik gewoon best wel vaak. Van Chiquel. Oh, deze heb ik nieuw. Deze is ook van Chiquel en die wil ik heel erg graag houden. Kleine onderbreking, want ik heb een Chiquel kleine mini unboxing voor jullie. Dus dat ga ik nu even in beeld plakken. Zo, ik heb dus nog wat items van Chiquel gekregen. Het is ook een samenwerking, krijg ik niet voor betaald, maar wel gewoon hele leuke items binnengekregen. Ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie, want met de code FLOOR20 krijg je 20% korting op je order, op je bestelling bij Chiquel. Alleen niet, is die niet geldig op de sale en op de swimwear, maar voor de rest dus wel gewoon op alles. Dus FLOOR20. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten, de kortingscode zet ik er ook even neer, zodat je dat aan het eind van deze video nog even kan checken. Maar ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Deze kleur. Oh mijn god. Ik vind die kleuren helemaal weer leuk. Je hebt hem ook in het groen, in het roze. Echt van allerlei kleuren. Ik ben voor blauw gegaan. Dit is echt een mega grote, lekkere trui. Met echt een bizar grote kool. Die moet je natuurlijk echt een paar keer omslaan. Heel erg leuk. Dus die heb ik meegenomen in een one size. Dan heb ik nog een basic zwarte top besteld. Ik dacht, dit is ook wel handig voor uitgaan. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. Het is gewoon een cropped met een beetje een pofmouwtje. En die heb ik in een size S. Dus een maatje S. Een beetje een crochet topachtig. Dan deze Spencer met een mega kool uiteraard weer. En een beetje een crème beige, nee een beetje off-white kleur. Heel erg mooi, mega split aan de onderkant. En dit leek me dan leuk met een, of een witte kool wat ik nu aan heb. Zo'n strakke, of een zwarte. Maar die zag ik helemaal voor me en dan met een zwarte leren legging of zo, of een leren broek. Die heb ik in een maatje XSS. En het laatste item is deze cardigan vest. Ook helemaal top. Een beetje een off-white crème kleur weer. En deze is ook echt ontzettend zacht met hele mooie bruine knopen. En dit vind ik ook heel erg leuk met gewoon een spijkerbroek. Een beetje open, zo over je schouder. Het is gewoon altijd handig zo'n cardigan. En deze heb ik in een maatje one size. Vergeet dus niet de kortingscode te gebruiken. FLOOR20 voor 20% korting. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. En dan wil ik Chiquel bedanken voor het opsturen van deze item. En dan gaan we door met de video. Dat was dus deze sweater van Chiquel. Die wil ik houden.
Dan. Oh. Deze van Naked nieuw wil ik houden. Ja, zo gaat dat niet goed, hè? Ja, deze wil ik ook houden. Die is van Shein. Deze heb ik ook nieuw van Chiquel. Zo'n Spencer ding wil ik ook houden. Deze Chiquel houden. Deze van Lot. De label ook graag houden. Een rokje. Wat doet hier een rokje? Nou, ik moet zeggen, ik heb deze dus het hele jaar niet aangehad. Van Lovies. Ik denk dat ik deze ga wegdoen. Maar die had ik altijd aan met deze. Want het is dezelfde kleur pastelgeel. Dit is een sweater van Colorful Rebel. Ik weet het niet. Ik denk dat ik dit als set ga wegdoen. Want ik draag het gewoon niet. Met pijn in mijn hart. Want ik vind het wel leuk, maar ik draag het niet. Dus dit ga ik wegdoen. Alles wat ik weg ga doen, geef ik weg of zet ik op Vinted. Vinted staat in de beschrijving gelinkt. Dan een muts. Dat hoort hier niet. Oh ja, deze. Dit is dus nog echt iets als het heel koud wordt. Maar deze van Naked, dus die nieuwe, die wil ik echt heel erg graag houden. Dan, hetzelfde geldt voor die. Prijskaartje er nog aanhouden. Ja, dit schiet niet op. Ik moet echt wat wegdoen. Ja, die wil ik ook houden. Ik ga gewoon door en dan kijk ik straks wat ik nog allemaal weg ga doen. Want ik vind het echt moeilijk met truien om weg te doen. Omdat ik het gewoon wel echt draag. Ik heb hier een hoodie. Ja, en die draag ik ook gewoon als ik het koud heb of zo. Hetzelfde geldt voor deze. En deze. Dus dat gaat eigenlijk heel slecht. Ik ga het gewoon opstapelen. Ik ga het hier inzetten. En dan hoop ik dat het past. En dan pakken we door. Door naar het hanggedeelte. En ik pak ook even alles wat hieronder ligt. Want dat moet ik eigenlijk ook gewoon ophangen. Ik heb hier een teddy gilet. Die moet gehangen worden. Ja, alles wat hieronder ligt ga ik even een plekje geven. En dan gaan we hier even doorheen. Oké, ik heb hier een zwarte jurk. En deze draag ik dus eigenlijk nooit meer. Dit was echt mijn lievelingsjurk. Ik vind hem ook echt nog heel erg leuk, maar ik pak hem echt al 2 jaar niet meer. Dus die ga ik met pijn in mijn hart wegdoen. Dan heb ik hier zo'n topje, een bloementopje. Heel erg leuk met een bralette eronder, maar die pak ik ook niet meer. Dus die gaat ook weg. Hetzelfde geldt voor dit rokje. Ik ben dus niet echt meer van de rokjes of zo. En telkens als ik het aandoe, dan weet ik niet. Dan voel ik gewoon niet echt mezelf of zo. Dus nou ja, deze is heel erg leuk. Zwart rokje met zilver lurex draadje erdoorheen, maar die gaat weg. Ik vind hem ook erg kort. Ik heb hier een nieuwe van Chiquel, zo'n vest. En ik had die ook al, maar die was echt oud. En allemaal vlekken die er niet meer uitgaan, dus deze gaat echt weg. Ik ben lekker bezig. Even kijken, dit is een jurkje. Met zo'n bandje en die kun je dan zo strikken. Elke keer als ik aan heb, denk ik, Dus ik denk dat ik die ook weg ga doen. Oh ja, dit is een sweater dress. Die vind ik heel erg leuk, maar er zit een vlek in, zie ik. Dus die ga ik even in de was doen. Dan heb ik dit blouseje. En ja, ik vind het printje ook echt ontzettend leuk. Maar telkens als ik het aan heb, dan denk ik, nee. Dus die ga ik ook weg doen. Nou, dat gaat lekker. Oké, even kijken. Een zwarte blazer, die hou ik. Deze teddy gilet hou ik ook. Een beige blazer hou ik. Oh ja, dit is een Spencer met een coltrui, die hou ik. Nou, dan heb ik hier dit gestreepte pak. Die heb ik eigenlijk nooit aan, maar ik denk als er een gelegenheid is, dan vind ik dat gewoon wel chill. Dus die hou ik wel. Leren blazer hou ik. Leren beige giletje hou ik. En deze vind ik ook nog heel erg leuk, deze blouse. Die hou ik ook. Een zwarte gilet hou ik ook. Die heb ik echt heel vaak aan. Zo. Dan deze, hier kreeg ik echt heel erg vaak de vraag over. Dit is een, ja, dit hoort bij een broek. Dit is een set en deze is van Refined Department. Die hou ik absoluut. Dan deze, deze vind ik in de lente altijd heel erg leuk. Die hou ik ook. En ik heb dus 4 witte blouses. Misschien moet ik hier even wat strenger in zijn. Ik heb deze met pofmouw. Ja, ik vind het wel heel erg leuk met een gilet. Ik heb deze. En deze met wijde mouwen. En deze. Nou, deze hou ik sowieso. Dit is echt een favoriet.
Deze hou ik ook. Die vind ik gewoon heel erg mooi. Deze hou ik. En ik denk dat ik deze weg ga doen. Dit is die van Naked met van die ja, wijde mouwen. Ik draag hem gewoon eigenlijk niet meer. Deze roze blouse draag ik heel erg vaak in de lente en zomer. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus die hou ik. Coltrui hou ik. Ik heb eigenlijk nog niet aangehad. Het is een zwarte jurk met zo'n trui erover als set. Maar die wil ik wel echt aan gaan doen. Dus die hou ik. Die hou ik. Die hou ik. T-shirt dress hou ik. Ja, dit hou ik. Die hou ik. Dan deze. Ik denk dat ik deze ook weg ga doen. Ik weet niet. Ik vind een... Dit vind ik dus wel weer heel erg mooi. Ik heb deze blouse dus ook in hetzelfde printje. Maar dit is dus een hele lange jurk. Maar ik vind hem net niet mooi genoeg zitten, denk ik. Want ik pak hem telkens niet. Dus ik denk dat ik deze ook weg ga doen. Oké, hanggedeelte is uitgezocht. Hier kan echt nog wel een stuk bij. Dus dat is echt fijn. Maar ik laat het voor nu zo. Je zou denken, normaal doe ik het altijd op kleur. Waarom sorteer je het nu niet op kleur? Maar ik heb het nu eigenlijk gewoon per categorie gesorteerd. Ik vind dat de laatste tijd wel fijn. Dus van blazers, giletjes naar blouses, topjes naar jurken en vesten. En hier heb ik dus de truien. En hier zit een geur in. Dat is wel echt heel erg lekker. Dus dat is dit. Dan gaan we door naar deze kant. En tot nu toe gaat er ook aardig al wat weg. Hierbovenin heb ik altijd mijn sweater dresses. Dus ja, deze wil ik gewoon houden. Dat vind ik gewoon een hele mooie. Oh ja, deze heb ik van mijn moeder. Dit is een trui die zij eigenlijk nooit meer droeg. En voor mij is die gewoon perfect voor een sweater dress. Dus die vind ik echt leuk. Maar ja, dit draag ik gewoon nu nog niet omdat het gewoon echt te warm is nog. Maar als het afkomt ga ik het dragen. En hetzelfde geldt voor deze. Deze heb ik ook nieuw. Dus dit kan eigenlijk gewoon hier blijven. Dit zijn er drie. Past perfect. Broeken. Daar heb ik er echt best wel veel van eigenlijk. Dus daar moet ik even doorheen. Ik pak gewoon de bovenste en dan kijk ik of ik het wil houden. Deze broek van Lovies wil ik houden. Dit is dus die set van de Refined Department. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Deze wijde broek, die hou ik ook. Dit is mijn enige... Nee, dit is trouwens niet waar. Maar wel een van mijn enige skinny broeken. Die hou ik ook. Die is van Tess V. Dan deze van Naked. Die zit echt perfect. Zo'n wijde broek met split. Deze van Naked wil ik ook houden. Met zo'n printje. Zo'n wijde baggy broek. Deze ga ik denk ik wegdoen. Ik voel hem niet echt meer. Dit is gewoon een flare broek met madeliefjes, maar die ga ik wegdoen. Dan heb ik hier een nieuwe broek. Dit is een, ja, knopen zo zit los. Maar een cargo broek, die vind ik ook heel erg leuk en die staat ook heel mooi. Die hou ik. Ik heb hier een leren legging. Ik heb dus die nieuwe blauwe trui van Chiquelle. Die komt echt, ja, die is gewoon mega groot. En dan vind ik dat wel leuk met een leren legging eronder en dan stoere laarsjes. Dan deze. Ja, dit draag ik dus eigenlijk niet heel vaak meer. Maar als ik in net gelegenheid heb of zo, dan staat deze echt goed. Hij past me echt perfect. Zo'n roze pantalon. En hij is ook echt wel heel erg mooi. Maar ja, die wil ik wel houden. Ja, zwarte skinny draag ik ook nooit. Maar soms is het wel makkelijk om te hebben. Hetzelfde geldt voor witte skinny. Voor in de lente en in de zomer. Een zebra pantalon. Zebra flare hou ik ook. Die hou ik ook. Die zit gewoon lekker. Heel dik ook. Deze hou ik ook. Dit is een, ja, hoe zeg je dat? Mom jeans of een boyfriend jeans. Geen idee. Zit ook goed. Oh ja, deze heb ik ook nog. Camel kleurtje. Hetzelfde geldt voor deze. Lijkt wel op elkaar, hè. Maar uiteindelijk is die wel anders. Want deze heeft nog een witte strepen door. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik moet die trouwens wel vaak aandoen. Ik wist niet meer dat ik die had. Deze ga ik denk ik wegdoen, of niet? Ik denk het wel. Met pijn in mijn hart. Ik heb deze nog... best wel vaak aangehad. En ik kreeg er altijd heel veel complimenten over. Zo'n wijde baggy broek met verfspatten erop. Ja, ik vind het dus heel erg gaaf. Maar hij is maar echt te wijd. Dus ik moet het echt met een riem dragen. En dat vind ik zelf niet zo. Dus aan de bovenkant is hij gewoon te wijd voor mij. Dus ik denk dat ik met pijn in mijn hart deze ga wegdoen. Oh ja, en deze. Ja, ik vind deze dus echt heel erg lelijk. Het is een grijze skinny broek. Met hier dan zo'n lichtgrijs. Maar als ik iets ouds aan moet doen of zo, is het wel weer chill.
Dus die doe ik even naar mijn kluskleding. Ik heb ook een vak met allemaal kluskleren. Dan doe ik deze erbij in. Zo van, als ik oude kleren aan moet, doe ik die broek aan. Oké, dan zijn dit de spijkerbroeken die ik hou. En dit zijn de wijde broeken en flarebroeken. Dus daar ben ik wel blij mee met dit stapeltje. Nou, dit ziet er echt al top uit. Dit zijn nu alle broeken die ik heb. Dus nu kan ik er tenminste bij. Dan ga ik door naar het volgende. Ik heb eigenlijk geen idee wat dit is. Dit is mijn vest. Oh, hier zitten mijn vesten. Waarom hang ik die niet op? Ja, dat is denk ik te zwaar. Gaat het hangen? Ga die dus niet ophangen, want dat gaat heel erg uitlubberen, zeg maar. Maar deze vesten hou ik alle drie, want dat vind ik gewoon heel erg fijn om af en toe aan te doen als ik gewoon thuis ben en het koud heb of zo. Deze vest is ook nog echt mooi, zeg maar, vind ik. Die kun je zelfs nog gewoon dragen. Een beige, hele lange. Maar aan de andere kant draag ik dit ook niet. Maar ik wil hem wel houden. En deze heerlijke lichtroze van de Zara. Echt mega lekker is die. En die heeft ook nog zakken. Dus die hou ik ook. Oké, dan heb ik hier eigenlijk allemaal topjes. Gewoon shirtjes eigenlijk. En ik denk ook niet dat ik daar heel veel van weg doe. Want ja, dit vind ik altijd wel gewoon fijn om te hebben. Deze beige, die is van mijn vriend. Maar die heb ik een soort van geleend, gestolen. Dus die hou ik zelf. Hij draagt hem niet meer. Ja, ik denk toch dat ik deze ga wegdoen. Dit witte shirtje met blauwe geborduurde letters. Die ga ik wegdoen. Ja, dit is gewoon een oud zwart shirt. Altijd handig als ik gewoon wil chillen of zo. Basic zwart shirt. Ook weer een oud zwart shirt. Een goed wit shirt. Die wil ik ook houden. Deze. Ik ga deze wegdoen. Ik ben een beetje klaar met dit shirt. Ik heb hem wel een paar keer aangehad, maar het is mooi geweest. Die gaat weg. En deze van Refined Department hou ik. Die vind ik heel erg leuk voor in de zomer. Nou, dan heb ik hier een roze shirtje. Ik ga deze naar de pyjama's en zo doen, want ja, dit draag ik echt niet. Dus eigenlijk gewoon zwarte en witte shirtjes. Dat is dat. Dan heb ik hier nog wat topjes. Ik heb deze dus gepast van Chiquelle, maar ik pas hem niet. En daar baal ik echt heel erg van. Oeh, er zit een stofvlekje op. Dus deze ga ik wegdoen. Die is dus nog nieuw met het prijskaartje. Ik pas hem niet. Oh ja, de nieuwe witte kool, die hou ik. Die ga ik zo opvouwen. Ja, dit vind ik ook zo lastig. Zo'n zwarte one shoulder. Ik draag dus echt nooit. Echt nooit. Dus eigenlijk moet ik het dan wegdoen, hè. Maar stel je hebt wel gewoon even een goed leuk topje nodig. Ik heb hem nu binnenste buiten trouwens. Dan is dit wel een goed topje. En dan kan ik hem wegdoen. Ik draag het niet. Deze draag ik nog wel eens. Ja, deze heb ik dus nieuw van de Cotton Club. Ook weer binnenste buiten. Heel erg leuk pofmoutje. Ik draag hem niet. Maar dan denk ik, ja, in de zomer of zo met een kort broekje is het wel heel erg leuk. Dus dan hou ik hem toch voor dan. Dan heb ik deze. En deze hoort bij een rok. Die ga ik wegdoen. Die rok ga ik denk ik ook wegdoen. Ja, deze ook. Even kijken, dit groene shirt hou ik. Wat is dit? Een body, die hou ik. Ja, en deze vind ik nog steeds geweldig met van die pofmouwen. Dus die hou ik ook. En dan heb ik hier voor de rest nog hemdjes, topjes en dat soort dingen voor in de zomer. Deze ga ik wegdoen, want ik weet niet. Ik voel deze niet meer. Deze hou ik allemaal wat hier zit. Het is gewoon zo'n zwarte haltertop. Een kant een hemdje. Dit is een body van de Zara. Ik moet zeggen dat ik hem dus vorige zomer niet heb aangehad. Deze ga ik wegdoen. Ook nog een beige haltertop. Een roze haltertop. Die hou ik. Een zwarte body. Dat vind ik dan nog wel fijn. Deze vond ik ook nog wel leuk. En deze, dit hemdje ook. Ik heb hier een rood topje. En die hoort bij een rokje van Naked. Dat is een set. Die draag ik ook niet meer. Dus die ga ik wegdoen. Nou, deze vind ik op zich nog wel grappig met Koningsdag of whatever. Als Nederland moet voetballen of zo, dan heb ik die nog wel eens aan. Deze hou ik ook. Dit is ook een top. En dit is op dit moment de staat. Dan is dit de eerste kas. De kas die mooi opgeruimd is. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik weet als ik dit op kleur sorteer dat het gewoon rustiger oogt. Maar voor mij werkt dit gewoon prima per categorie. Dus dat is die. Heerlijk ook dat de kast gewoon perfect dicht kan. En dan gaan we door naar deze ellende. Oh my god, waar begin ik aan? Ik moet van mezelf echt wat strenger zijn. Ik ga deze niet als pyjama gebruiken, want dit is al de bak met pyjama's. Deze ga ik gewoon wegdoen. Ik heb hem echt maar één keer aangehad, maar die ga ik gewoon wegdoen.
Hetzelfde geldt voor deze. Wat een onzin om dit te bewaren voor als ik een broek aan moet doen die vies mag worden. Terwijl deze broek gewoon nog hartstikke goed is en echt maar een paar keer heb aangehad. Dus dan vind ik dat ook wel zonde. Dan kan ik er beter iemand anders blij mee maken. Dus die gaat ook gewoon weg. Deze heb ik hier neergelegd omdat ik deze bij de sportkleding wil doen. Dan vind ik dit wel echt zo'n chille hoodie wat je over je sportkleding doet. En dat gaan we nu dus even allemaal uitzoeken dit. Het systeem is namelijk dat ik hier allemaal rokjes heb. Nou moet ik zeggen dat ik rokjes dus niet echt meer aandoe. Dus daar kan best wel veel van weg. Dit is allemaal chill. Dus joggingspakken en setjes. Dit zijn korte broekjes en daar ook. Dus de zomerdingen zitten ook allemaal in deze kasten. Dus dat is wel chill. Dat heb ik niet apart of zo. Hier heb ik sportkleding, dus daar mag ik ook wel even naar kijken. Dit zijn dus echt oude kleding. Als ik ga klussen of iets, dan kan ik hier wat van pakken. Sokken. Hier heb ik ook nog kerstdingen, jurkjes en gewone zomerjurken heb ik hier. En stramdingen. Dus het eerste wat me opvalt is al dit rokje. Die top doe ik al weg, dus dit rokje doe ik ook weg. Kijk, deze hoort dus bij elkaar als set. Heel erg leuk beige setje, maar ja, ik draag het gewoon niet meer. Dus die kan weg. Hetzelfde geldt voor deze rok. Rode linnen rok. Dit is dus ook een linnen setje. Die hoort dus bij dit topje. En dan dit rokje. Maar ik draag dit ook niet meer, dus die kan ook weg. Oké, ik had net een afspraak, dus ik heb me even omgekleed. Maar ik ben weer terug van die afspraak en die ga ik door met mijn kledingkast. Ik weet niet helemaal waar ik ben gebleven. Ik weet wel dat ik deze kast nog niet heb aangepakt. Dus dat ga ik gewoon doen. En ik ga gewoon beginnen met deze twee lades. Of vakken. Ik heb hier dus ja, chill kleding. En dit zijn van die joggingspak. Nou moet ik zeggen dat ik denk, ja dit is wel overdreven. Want ik heb drie verschillende setten. Een witte, een roze en een paarse. Maar ja, het is wel fijn. Aan de ene kant denk ik, doe die paarse weg. Zou ik die weg doen? Ja, ik ga deze paarse weg doen. Dit is te veel. Oké, deze paarse jogging set van Chiquelle ga ik weg doen. Ook al is het heel lekker, ik heb gewoon echt genoeg. Wat is dit? Een sweater of een hoodie. Oké, die hou ik. En deze roze die met die joggingbroek hou ik ook. Dat geldt voor de witte set van Chiquelle. Het zijn echt hele lekkere, zachte setjes om gewoon in te chillen. Daar heb ik dus ook de joggingbroek van. Dan doe ik deze hoodie ook gewoon daarbij. Zo van chill hoodie. Dan pak ik gewoon deze of een van die. Oké, dan heb ik de roze joggingbroek. Die wil ik houden, want die matcht. De witte wil ik ook houden. Maar ja, ik ga dit ook gewoon houden. Dit is gewoon lekker. Diezelfde in een mintgroene kleur. Deze joggingbroeken zijn echt het fijnste ooit. Ze zijn zo zacht. Dan heb ik nog een bruine. Die is ook zo lekker zacht. Die hou ik ook. Oh ja, deze was ooit van Naked. Een rozige. Hier zit een vlek op. Hij is ook heel kort geworden. Ik ga deze gewoon letterlijk weggooien. Want die is niet meer mooi en goed. En ik heb deze. En dit is zo'n tie-dye jogging. Maar die zit wel echt heel erg lekker. Dus die hou ik ook. En dan heb ik hier korte broekjes. Die wil ik wel gewoon houden. Dat zijn van die leren broekjes. Het wordt al echt heel vroeg donker, maar dit is zo'n bikershot wat ik onder mijn jurkjes doe. Dit is zo'n leren broekje met franjes van Colorful Rebel. Ja, en hier bouw ik van. Ik vind deze zo mooi. Dit is zo'n leren broek van Naked. Heel erg leuk. Beige. Maar kijk, hij heeft dus ergens opgelegen. Of volgens mij komt dat door dat broekje. Ik weet het niet precies, maar kijk. Hij is helemaal gaan afgeven. Er zitten dus nu van die zwarte vlekken op. Ik weet niet of je het kan zien. Maar echt alsof ik ergens op heb gezeten wat heel vies is. Maar ik krijg het er dus niet uit. Het zit over het hele broekje. Dus daar baal ik echt heel erg van. Als je tips hebt hoe ik dit eruit kan krijgen. Want dit is dus leer. Niet echt leer volgens mij. Maar nee, dit is niet echt leer. Maar ik krijg het gewoon niet uit met wassen. Maar ik vind dit zo'n leuk broekje. Maar telkens pak ik hem niet. Omdat ik weet dat hij zeg maar vlekken heeft die er niet uitgaan. Van die zwarte vlekken. Dus let me know hoe ik dit eruit krijg. Dan ga ik dat nog proberen. En anders moet ik hem misschien gewoon echt weggooien. Wat ik echt heel erg zonde vind. Je ziet echt overal van die vlekken. Dus dat is die. Ik hoop dat jullie tips hebben daarvoor. En daar heb ik gewoon zomerbroekjes. Maar die hou ik gewoon. Want dat weet ik gewoon nu niet. Het is nu winter. Ik heb het toch niet aan. Dus dat doe ik wel in de zomer weer. Ga ik door naar de sportkleding. Hier heb ik de sportkleren. Ga ik even
doorheen. Ik heb hier een stronger hemdje. Die wil ik houden. Die is echt heel fijn. Leg ik daar. Een Nike top. Van oude werk. Ik heb hier zo'n top van stronger. Die wil ik houden. Het is dit. Oh, dit is een kort broekje. Ja, dat moet bij de leggings daarachter. Het is ook allemaal van stronger eigenlijk bijna. Dit topje. Ik ga deze even apart leggen, want ik ga vanavond nog sporten. Dus dan doe ik die aan. Een rood hemdje voor sporten. Ja, ik denk dat ik dit allemaal wil houden. Ik vind het allemaal wel gewoon fijn. Zwart hemdje voor sporten. Hier heb ik ook weer zo'n strakker topje. Die doe ik ook daarachter. Die hoort bij dat korte broekje van Stronger. Die hou ik ook. Die is heel fijn. Deze heb ik eigenlijk nooit meer aan. Dit is ook een zwart sporttopje. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik kan het wel wegdoen. Maar soms is het best handig om te hebben. Hier nog een witte. Ook heel chill van Stronger. Die hebben echt zo'n lekker stofje. Oh ja, dan heb ik deze. En ik vind dit dus echt heel erg mooi. Dit is een paarse. Dit is van Gym Apply of zo. Maar ik draag dit dus niet echt. Omdat ik het best wel vaak warm krijg met sporten. Dus dan vind ik dit gewoon, ja, ga ik gewoon in zweten heel erg. Dus ik weet niet of ik deze ga houden. Ik vind het wel een heel mooi kleurtje. Ja, ik denk dat ik het gewoon ga houden. Ik heb hem laatst wel een keer aangehad. Ik vond het wel leuk. Hier nog een sportlegging. Die stop ik daar allemaal achter. Dan deze. En deze vind ik echt super mooi. Deze beige. Maar ik heb hem dus nooit aangehad. Deze is van Stronger. Terwijl ik die zwarte en de groene hiervan altijd aan heb. Want dit is echt de fijnste legging ooit. Maar ik weet niet. Ik vind het dus qua kleur heftig of zo met sporten. Ik weet niet. Ik voel me daar niet zo prettig bij. Ik heb liever gewoon zwart of groen of zo. Donkergroen. Dus ik denk dat ik met pijn in mijn hart deze weg ga doen. Omdat ik deze gewoon niet draag. Maar hij is wel echt heel erg fijn. Dus die ga ik helaas wegdoen. Omdat de kleur gewoon met sporten vind ik gewoon niet heel fijn. Nog een korte van Stronger. Die vind ik echt heel fijn. Deze is ook van Stronger. Die vind ik ook heel fijn. Die leg ik apart. Want die ga ik vanavond aandoen. Nou, in deze bak heb ik dan nog sport-PH's. De groene, die hou ik. Die hoort bij een legging. Die legging, die zit in de was. Die hou ik. Ja, eigenlijk hou ik die allemaal. Dat zijn allemaal setjes. Dus die ga ik even mooi opvouwen en hier weer in doen. En het zit hierin. Zo. Deze kan nu perfect dicht. Deze ook. Dan heb ik hier mijn kluskleren en oude kleren. Ja, dit hou ik gewoon zo, want dit zijn gewoon oude dingen. Mijn sokken. Daar kan ik ook niet heel veel anders aan doen. Hier heb ik mijn bikinis. Die heb ik laatst nog uitgezocht. Dus dit kan ik beter in de zomer weer een keer uitzoeken. Want nu weet ik gewoon niet of ik het de zomer nog mooi vind of niet. Dus dit laat ik voor wat het is. Hier heb ik zo'n plak BH en panties en dat soort dingen. Ja, die plak BH die neemt best wel veel ruimte in. Dat is natuurlijk niet heel chill. Maar ja, ik leg er wel gewoon bovenop. Hier heb ik dus panties, boobtape. Ik gebruik dit nu als boobtape. Ik had altijd die van, hoe heet dat? Litchi. Maar deze werkt net zo goed. Dit is gewoon fysio tape. En panties dus. Maar ik leg deze gewoon wel boven. Want ja, ik weet het anders ook niet. Zo, dan heb ik nog pyjama's. Oh mijn god. Kijk, ik heb hier zo'n heerlijke grote hoodie. Die heb ik heel vaak aan. Maar met pyjama's bedoel ik eigenlijk meer chill kleding. Gewoon als ik een avondje niks heb of zo, dat ik dan dit aandoe na het douchen. Ik vind dat echt heerlijk. Dit is een heel groot wit shirt. Deze is ook zo lekker, zo'n fluffy setje. En dan met een vest erbij. Dus die hou ik. Ik heb hier een onesie. Die wil ik houden. Deze is echt amazing. Dit is zo'n mega snuggle hoodie. Met zo'n teddy vachtje. Dit is dus van de Intratuin. Echt heerlijk. Oké, dan moet ik even verder kijken. Dit is ook een mega grote sweater. Dat vind ik ook echt heerlijk. Een kort broekje. Heel zacht. Dat vind ik ook lekker om te houden. Die. Ik pak nu gewoon de dingen uit die ik echt vaak draag. Dit broekje ook. Dat doe ik ook vaak aan. Van Chiquelle. Ja, deze draag ik eigenlijk nooit meer. Dit is een pyjama. Van de Primark ooit geweest. En dit is zo'n glitterbroek. Ik moet zeggen dat deze glitterbroek echt heel lekker is. Als je ongesteld bent of zo.
Maar deze is een klein beetje aan de kleine kant. Maar aan de andere kant, als ik het heel koud heb s'nachts, dan doe ik deze wel eens aan. Dus ik hou hem wel gewoon. Even kijken. Dit is een shirtje van de Strongman Run. Ja, ik draag dit eigenlijk ook nooit. Dit vind ik ook niet fijn als pyjama. Oké, die ga ik opbergen ergens anders. Ik heb hier een hele mooie pyjama van Lily Silk. Ik moet zeggen dat ik hem wel eventjes moet strijken. Maar hij is wel echt heel erg mooi. En daar hoort ook een broekje bij. Ik weet alleen niet waar die is. Dit is een oud shirt van Sander geweest. Nou, die ga ik wegdoen. Adidas kort broekje, dat is altijd handig. Oh mijn god, ja. Wie weet dit nog? Dit was in een AliExpress video. En toen had ik een XXL besteld. En toen kwam dit binnen. En het is echt een maatje XS of zo. Dus dat is echt jammer, want ik wilde dit als pyjama. En toen heb ik hem ook nog ergens met een pakketje openknippen, heb ik in het shirt geknipt. Maar oké, het is wel leuk met kerst of zo om als pyjama aan te doen. I don't know. Ik hou hem wel. Dit is mijn kerstpyjama blouse. Ik heb hem binnenste buiten. Maar hier zitten allemaal rendiers op. En hij zit heel lang. Dat is echt lekker. Die hou ik ook. Ja, voor de rest, ik ga dit allemaal houden. Ik vind het altijd wel lekker. Watje, die hoort hier niet. Ik ga dit gewoon even allemaal opvouwen. En hierin doen. Before. Zo, deze gedeelte is nu gedaan. En ik ga nu door met de laatste twee vakken. Ik begin met het hanggedeelte, want ik krijg hier echt error van. Hier heb ik dus vooral ja, wat sportjasjes, kerstdingen en zomerjurken. Dus laten we hier even gaan kijken. Uiteraard is dit best wel een beetje overdreven qua glitterdingen hoeveel ik heb. Dus hierin wil ik wel even een selectie maken. Ik begin gewoon hier vooraan en er zitten al twee dingen op één hanger. Nou, dat vind ik al niet chill. Ik heb hier een vest en die is echt ontzettend zacht. En die heb ik wel eens aan als ik het gewoon echt heel koud heb of zo. Dus die wil ik wel houden. Dan heb ik hier een sportjasje. Die ga ik straks gelijk aandoen. Die is van Nike. Die hou ik ook. En dan heb ik hier nog een soort regensportjasje van Stronger. Die wil ik ook houden. Oké, dan komen we nu bij de glitterdingen. Ik heb hier als allereerst van Tess V dit geweldige setje broek. En een top. Het ziet een beetje raar uit, maar het staat zo leuk. Dus die wil ik absoluut houden. Dan heb ik deze kerstjurk. En die heb ik denk ik twee jaar geleden aangehad met kerst. Echt prachtig. Gewoon een zwarte jurk. En dan met een hele grote open rug. En hier sluit hij dan nog aan. Maar ik ben er denk ik een beetje klaar mee ofzo. Ik vind hem ook erg kort. Nou ja, het valt echt wel mee. Ik vind hem eigenlijk toch wel heel leuk. Maar ik ga hem denk ik wel wegdoen. Met pijn in mijn hart. Dus als jij deze parel wil, check even mijn Vinted. Oh mijn god, ja, ik ga hem wegdoen met pijn in mijn hart. Dan heb ik deze jurk. En deze staat echt prachtig. Dit is zo'n watervaljurk. Het is velvet. Normaal niet helemaal mijn stofje. Ik haat velvet. Ik vind dat niet echt mooi. Maar deze zit gewoon echt zo mooi. En dan zit er aan de onderkant een split. Dus ja, dit is echt prachtig met een zwarte blazer of zo. Dus die wil ik echt heel erg graag houden. In ieder geval hoef ik geen cashjurken dit jaar meer te bestellen. Mijn cashjurk van vorig jaar. En dat is echt nog steeds mijn favoriet. Dit is toch geweldig. Ik vind deze zo leuk. Het is een beetje champagne rosé-achtig goud. Ja, die wil ik absoluut houden. Deze komt van Elle Voudret. Dat is een webshop. Wel wat duurder, maar echt verliefd op. Dus deze ga ik sowieso dit jaar weer aandoen. Dan heb ik deze. En hier heb ik ook altijd heel veel vragen van gekregen. Deze heb ik van Asuals of Asuals. Oh, er zit nog een ander topje aan. Dit is gewoon een gouden jurk met prachtige ballon mouwen. Ik vind deze ook heel erg mooi. Die wil ik ook houden. En dat wordt nog even kijken wat ik dit jaar met kerst aan ga doen. En wat ik met kerstavond aan ga doen. Keuzes reus. Dan heb ik dus dit topje en die heb ik vorige week nieuw gekocht. Die staat echt heel erg leuk. Deze is gewoon van de New Yorker en die is maar 17 euro. Je hebt hem ook in het zwart. Mijn zus heeft hem in het zwart. Ik heb hem in het groen. Ik vind dit zo leuk. Ook wat pofmoutjes en dan met een zwarte pantalon en een V-hals. Heel erg leuk. Dus die wil ik absoluut houden. Dan heb ik nog deze bruine. Dit is een, ja, echt een bronzen glitterkleur. Heel erg mooi met een bralette eronder. Dit doe ik dan in een broek. Heel mooi is deze. Deze is van de Costus, maat XS. En die had ik in de outlet echt voor maar 5 euro gekocht.
Ik vind die echt heel erg mooi. Dus die wil ik ook houden. Dan heb ik deze. En deze is van Guts & Gusto. Dit is gewoon zo'n t-shirt dress. Zwart. Ik denk dat ik deze ga wegdoen. Want ik vind die andere die ik heb dan gewoon net wat leuker. Dan heb ik hier zwart zomerjurkje. Binnenste buiten van Lovies. Maar die hou ik. Blouse hou ik. Deze roze heb ik vorig jaar gekocht. Of afgelopen jaar eigenlijk bedoel ik. Afgelopen zomer. Heel leuk. Van Lovies die hou ik. Deze heb ik ook van Lovies afgelopen zomer. Die heeft ook een hele mooie open rug. Die staat gewoon heel gaaf met witte cowboylaarzen. Die had ik in de sale gekocht. Die vind ik gewoon heel leuk. Die hou ik. Ja, hier heb ik twijfels over. Ik vind dit namelijk vrij heftig. Hij heeft ook een open rug. Ik denk dat ik hem voor nu hou. Maar dat ik hem in de volgende kledingkast opruimvideo, als ik hem nog niet heb aangedaan, dat ik hem dan weg ga doen. Zara hou ik. Deze hou ik. Ook al heb ik hem al best wel vaak aangehad. Ik vind hem nog steeds gewoon best wel leuk. En dat zijn ook allemaal zomerjurkjes die ik gewoon hou. En kimono's. Die hou ik ook. Dat was dit. Echte zomerjurken ga ik in de zomer en in de lente nog wel even doorheen. Want voor nu vind ik dat lastig omdat ik het toch niet aantrek. Dan ga ik nu naar het laatste gedeelte. En dat is dit. Ik haal dit even eruit. En leg ik op de grond. Dit zijn mijn overige rokken. Oh mijn god, dit zijn gewoon de laatste rokken die ik nog maar heb. Ik heb namelijk deze witte. Zoals je kan zien ben ik niet echt meer van de rokken. Deze vind ik nog wel heel erg leuk in de zomer. Als je naar het strand gaat, altijd wel fijn. Dit is zo'n lange splitrok. Dat vind ik ook nog wel leuk. Dus die hou ik ook. En deze, ja, toch niet aangehad weer dit jaar. Vorig jaar ook niet. Maar ik blijf hem toch leuk vinden. Prince vind ik leuk. Er zit een goud lurex draadje doorheen. Misschien nu met een zwarte blazer of zo. En dan zwarte hoge laarzen. Deze hou ik toch nog wel. Ik moet hem echt aan gaan doen. Maar ik weet niet. Dit zijn nu de enige drie rokjes die ik heb. En dan heb ik hier nog wat topjes. Hier ga ik ook even doorheen. Ook al zijn dit echt zomertopjes. Dit is een lila top van Chiquelle. Die is echt heel chill. Dit zwarte topje. Ja, ik ben hier in de zomer al doorheen gegaan. Dus toen heb ik al heel veel weggedaan. Dus ik denk dat hier eigenlijk alles wel van kan blijven. Die witte, die wil ik houden. Ook in het bruin heb ik die. Die zijn gewoon heel fijn. Ja, die hoort daarbij. En dit zijn allemaal bralettes. Ook van Hunkemuller. Zo fijn. Ja, dit zijn allemaal bralettes. Nou, dat hou ik ook. Dus ik ga dit even weer mooi opruimen. Dat is opgeruimd, dus deze kan ook weer perfect dicht. Er is heel veel ruimte nog over. Dit is alles wat ik ga verkopen. Het is echt ontzettend veel. Misschien dat ik ook nog wel een paar dingen ga weggeven. Dus check even mijn Vinted in de beschrijving. De link staat daar. Nou, en dit is wat ik echt weg ga doen. Deze trouwens niet, die wil ik even opbergen bij mijn herfstdecoratie. Dan zit dat gewoon allemaal bij elkaar. Dit is een Halloween truitje. Maar dit ga ik echt weggooien en deze ga ik ergens anders opbergen, net zoals die. Dus dat was hem. Het was een hele klus, maar ik ben er nu wel echt heel erg blij mee. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende video weer. Doei doei!